Op naar de schieschool. Goed oefenen. Dus jullie staan op de piste. Dit is de allereerste keer. Ik hou je vast. Gaat er nog? Nu voor mij nog een pizza. Maak ik weer een bochtje? Goed. Ik denk dat ik het gedaan heb. Ja. Remmen, remmen. Ciao. Duimpjes omhoog. Chillen wil nog een keer. Ah. En tot de volgende keer. Hele goeie. Goedemorgen. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En we zijn net wakker en we zijn op vakantie bij Winterberg, Landal Winterberg. We zijn hier aan het wintersporten en vandaag gaan wij weer de piste op. Lucilla die is unicorn. Die gaat zo eerst even met papa lekkere broodjes halen. En hoeven. Oh ja, en ze heeft hoeven. Die gaat zo even nog lekkere broodjes halen bij het winkeltje. Goedemorgen, vader. Luan die heeft de tafel helemaal gedekt. Wat zeg jij? Met de toetoet. Ja, Lucilla gaat met de toetoet. Ja. Luan heeft helemaal mooi zelf de tafel gedekt. Jongen, wat heb je dat toch weer keurig gedaan. En er is helaas geen sneeuw gevallen vannacht, zoals jullie zien. Kijk, het is een soort van voorjaar of zo, ik weet het niet. Maar we gaan het zien, we gaan straks weer de bergen in. En waarschijnlijk hebben ze wel weer sneeuw gespoten op die piste. Dat op de piste er precies een strookje sneeuw ligt. Dat was 2 dagen geleden ook. Huh? Ja, we hebben namelijk later op de middag skiles. Van 3 tot 4 uur hebben we skiles. Dus we gaan eerst... Er is hoop, zegt hij. Ja, dat misschien. Ik zie er wel bovenaan een beetje donkere wolken, daar zo. Misschien dat daar nog sneeuw in die wolken zit. Dan kan het misschien nog gaan sneeuwen. Denk ik niet, want ik deed net de honden even naar buiten en het is gewoon warm buiten. Het is echt alsof het voorjaar is. Maar goed, nou, kijk vandaag weer gezellig met ons mee. 5 croissantjes, 5 bolletjes, 2 bruine bollen en een chouderansfles. Een grote familiefles. Een familiefles, ja? Met de bolletjes van 5. 5 witte bolletjes, 5 croissantjes en 2 bruine bollen. Ja, wil de eenhoorn dan ook auto sturen? Ja. Oké. Nou, rijd voorzichtig hè? Tot zo. Nou, op naar de auto, Mr. Eenhoorn. Kijk eens, hier heb je de autosleutel. Op naar de auto, daar is die. Zo. Nou, nu stel de eenhoorn, ga jij sturen? Ja. Hou het stuur goed vast. Papa laat de koppeling los en dan zachtjes recht rijden. Daar het dingetje. Zeg maar op naar Bollewinkel. Op naar Bollewinkel. We zullen rijden in de Winterberg. Hè? Hoe voelt dat? Ja, het is niet gesneeuwd, maar er ligt nog sneeuw. We hebben geluk. We kunnen vanmiddag nog wel skiën. Kijk, wie is er daar nog? En daar nog. Pap, je kan ook nog weer met die hele grote machine. Oh ja, met de machine hebben ze bijna. We zijn er bijna. Zullen de croissantjes al gebakken zijn, denk je? Ja? Hey. En een mooie eenhoornteuspak. Al nu zitten de vestgebakken broodjes. Nou, nu grote flesje dans, maar ja, dat gaat super. Hebben we de broodjes en de boodschapjes binnen? Hey, en je had al bollo en je had al egeltje. Maar wie heb je hier gevonden? Bijtje, kijk. Daar is een klein bijtje. Nou, dan hebben ze alle drie. Dan hebben ze alle drie, ja, een bijtje was kwijt, een bijtje was gevlogen. Hey, Manuel vertelt net, hij gaat nu alvast naar Zwolle toe. Ja, daar heeft Bollo het landbouwkantoor. Dus dan zien we hem niet meer. Maar dan gaat hij alvast naar Zwolle. Manuel, dankjewel. Alsjeblieft. Goede reis naar Zwolle. En wij zeggen tot gauw. Ja, maar tjus. Tjus. Sterke heuvel, hè, dame. Goed sturen. Ja, ik help je mee. Als ik dit boven kan maken. Ik heb natuurlijk het bestuur van onder ook vast, hè. Zo, kijk, het begint te sneeuwen. Het gras wordt weer wit. Ik zie sleten. Dat is bijna binnen. Ja. En het begint weer te sneeuwen. Ja, dat is ook frappant. Ik zit het echt net te zeggen. Zou het gaan sneeuwen? En kijk, het gaat gewoon nu echt sneeuwen. Opeens al die wolken die zijn hier komen hangen. En het is nou echt wit. Nou, wie weet. Ja. Ja. Zullen we even lekker de broodjes uitpakken? Oeh, kijk eens. Dat ziet er lekker uit. Oh, en crackertjes erbij. Ja. Dan kunnen we weer een sneeuwpop maken. Ja, dat klopt. Oh ja, de chouderans. Heel goed, Luxy. Zetten we die op de tafel. Nou, goed gedaan hoor, Lucilla. En de croissantjes. Goed zo, dat zijn de croissantjes. En, oeh, de bolletjes. Ja, goed zo. En, oh, lekkere rijstewafels. En een los bolletje. Ik zie. En de bruine bolletjes. Ja, goed gedaan hoor, Lucilla en papa. Papa gaat weer even 2 uurtjes skiën om goed te trainen. En dan ben ik straks weer terug. Ja? Moes en Pip, die hebben nu al, die missen papa nu wel, hè? Ja, ik ben met een 2 uurtjes weer terug. Ja. Het sneeuwt wel. Ik hoop dat het blijft liggen. Het voelt een beetje als natte hagel. Maar de kinderen hebben straks van 3 uur tot 4 uur skiles. En dan hoop ik dat het zonnetje toch wel een beetje doorbrengt. Tadaa! En hier sta ik op het witte plekje. Daar is ons huisje, op het hoekje. Nou, bijna terug beneden. Wij zitten inmiddels weer aan de lunch. We hebben vanochtend heel lekker gechilled in ons huisje. We hebben natuurlijk een saunahuisje. Luxie zit hier op de tafel. Die moet even de aandacht een momentje hebben. Hallo Lux. Zit je op de tafel? Ja, ik zie het. Hoi Luxie. We zitten even lekker te... Oh, nou. We zitten even lekker te lunchen. En als het goed is gaan we zo meteen weer met z'n allen de berg op. Als het goed is blijft papa dan met Luxie beneden. En gaat mama vandaag kijken of mama de berg ook op kan. Om te gaan skiën. Ik ski zelf al vanaf kinds af aan. Dus ik heb in principe geen skilessen meer nodig. Want ik kan in principe gewoon skiën. Zo Luxie. Ja, skiën is een beetje als fietsen. Als je het eenmaal leert, dan verleert het niet meer zo makkelijk. Dus als je eenmaal op die piste staat, dan ga ik wel weer. Alleen ik heb nog niet geskiet. Daar is de skiën. Dat was lekker hoor. En papa wel. Daniel die skiet nog niet zo heel erg lang. Nee. Pas een paar jaar. Eigenlijk gewoon sinds je volwassen bent, zeg maar. 3 jaar? Ja. Sinds jij mij kent. Ja. Dus vandaar dat Daniel wel nog wat meer oefent. En Daniel de berg is opgegaan. Het is sowieso heel knap dat hij alleen de berg is opgegaan. Ja, Luan die skiet al ietsjes langer dan Lucilla. Die heeft ook al skiles gehad toen hij 3 was, volgens mij. 2016 begonnen. Weet je nog, een uithof? Ah ja, dat was dat met snuit, hè? Was dat? Indoor skiles. Jij hebt vorig jaar voor de eerste keer een echt skiles gehad, maar toen was je iets minder lekker. Ja, en nu doe je het. Ja, gesnowboard hebben ze ook een keer bij snowboard. Luxie. Papa zag vanochtend heel veel kindjes ook op snowboardjes. Ja, dat is heel wel heel erg leuk. Ja. Skis. Ja, dus we hopen eigenlijk over een paar jaar dat we echt met z'n allen het hele gezin de berg in kunnen. En lekker gewoon de hele dag kunnen skiën, snowboarden, whatever, wat we allemaal willen. Maar goed, dan moeten deze 3 kuikeltjes is nog iets groter voor zijn. Maar goed, wij eten even dan het croissantje op en ons drinken op. Zo zijn 100. Ja. Nee, niet 100. Dat is iets te oud. Ik heb ook mijn skibak aan. En de kinderen die zijn al buiten. Kijk, hebben we Luxie. Luxie wilde ook eens de sneeuwbril mee. Kijk, Luxie heeft ook nog een sneeuwbrilletje. Kijk, die is mooi. Luxie. Waar zijn Luan en Lucilla? Zijn ze verstopt? Zijn ze verstopt? Zijn ze verstopt? Zitten ze hierin? 1, 2. Dat is op slot. Oh, nou, dan gaan we zonder Luan en Lucilla. Dag Luan en Lucilla. Oké, ik wacht even op. Hey, hier zijn ze. Met de skibrillen en al. Nou, op naar de piste. Nou, en bij het skikampement is Luan er ook klaar voor, hè Lu? Het skietje zit onder de kinderwagen van Luan en Lucilla. Die van mama staat ernaast. Kijk, ik heb het sleetje als aftakje gemaakt. Heeft Luxie zo meteen een droog bedje. Hè? Ja. Nou, nu krijgt Lucilla haar schoentjes aan. Nou, stil. En dan jij de skischoenen. Zo, een half uurtje later heeft mama de skischoenen aan. Luan en Lucilla. En Luxie naar kinderwagentje. En op naar de sneeuw. Ja, op naar de piste. Op naar de skischool. Lucilla en Luan alvast even wat warm oefenen. En dan zie ik jullie zo meteen weer, hè? Ja, waarom heb je zo'n hier? Ja, die had ik in de auto liggen. Dat vond ik wel fijne handschoenen, want het zijn hele dunne vingers. Ja, ja. En dan kan ik alles mee pakken. Dat is ook wel, dat zag ik in de vlog. Ja, maar ja, die had ik. Waarom heb je tuinhandschoenen aan? Ja, die had ik in de auto liggen. Ik denk, maar dan kan ik ook makkelijke dingen pakken. Heb je geen normale handschoenen? Ja, maar die zijn heel dik. Dan moet ik ze constant uitdoen als ik de camera pak. En met dit... Is dat handig? Super hè? Ja. Nou, mama neemt het witte... Lucilla vast een beetje inskiën. Ja, je neemt het witte actiecameraatje mee. Ja. Ik pas hier op Luxie. Ja. Heel veel plezier hè? Tot zo. Ja. Doeg, zet hem op hè. Goed oefenen. Nou jongens, jullie staan op de piste. En het sneeuwt. Nou, zoals jullie zien, we sneeuwen jullie iedere keer een beetje. Ik hoop dat jullie ons kunnen horen en kunnen zien. Maar we hebben in ieder geval natte sneeuw. En ze hebben zometeen skiles, maar we gaan even in skiën. Pizzapunt, 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 Luan, pizzapunt. Goed zo. Oké, Sil, kom maar. Laat maar zien. Ja, en de pizzapunt. Ja, sturen. Pizzapunt, pizzapunt. Goed zo. Hey, high five. Nou, voordat jullie het weten kunnen jullie ook mee naar boven, hè? Want dat is waarom we dit doen, hè? Vond je het leuk? Ja! Ja? Gaan we nou naar skiles? Nog een keer. Oh, daar gaat ze. Zoals jullie zien is het niet alleen maar een beetje sneeuw, maar stormt het een soort van sneeuw en zijn we bijna niet meer te zien. Ik probeer jullie iedere keer schoon te maken, maar dat is bijna geen doen. Maar goed, de kinderen die kunnen dus een beetje van deze piste af. En volgens mij hebben we daar de skileraar. Hallo! In de sneeuw, hè? Eindelijk. Nou, Lucilla? Ja. Kijk. Ze staan er al helemaal klaar voor, hè? Nou, Lu, dan gaan we van de piste, hè? Met de sneeuw. Jongens, wij zijn niet alleen YouTube-bekenden, maar hij is ook een vette ski-professional, hè, Lester? Yes! Hoe noem je dat ook alweer? Jij bent? Freestyler. Freestyler in Canada. Hij heeft miljoenen views. Kijk, wow. Dit kan Lester. En hij woont in Canada. Heel veel succes met z'n allen, hè? Ik let op Luxy. Geniet van de actionbeeldjes. Tot straks. Lucilla, dit is de allereerste keer voor Luan ook. Dat is helemaal naar boven. Heel erg leuk. We gaan nu voor de eerste keer met de kinderen van die grote lift. Goed zo, jongens. En met de skileraar. Super spannend. Kijk, maar het is hier wel een beetje druk. Daar zitten we dan. Voor de eerste keer in de lift gaat het goed doen. Lucilla? Lucilla, was het goed? Ja. Vind je het leuk? Wel hè? Maar kijk, het is wel een beetje een sneeuwstorm voor ons. Hebben wij weer. En ik heb geen skibril mee, jullie gelukkig wel. Oh. Nou Jill, je bent boven. Zie je dat? Nou Luan, is hij wel een beetje druk? Oh. Ga maar lopen, loop de leren maar achterna. Ja. Weet je dat nog? Als je hier omlaag skiet, zie je op een gegeven moment aan de linkerkant naar het kinderland. Zie waar we begonnen zijn. Ja? Ik probeer even met Lucille voorop te gaan. Jij mag mijn stoppen vastpakken. Is nog een beetje leeg? Yes! Stop man! Je kan het echt heel goed, jongen. Ik ben trots op je. Ja! En daar komt Lucilla ook. Mijn ziel. Dat ging goed, meisje. Nog een keer. Ja. Kom. Deze kant op, keurig! Nee, blijf lachen! Ja, lachen is gezond! Kom maar, Lucy, kom maar! Oh. Nou, Lu, wat voel je ervan? Ik geloof mijn ogen niet wat ik heb gedaan! Kijk, links, rechts, links, rechts! Vond je het echt leuk? Ja, echt! Wat was dit cool! Luan heeft de smaak te pakken! Oh ja, echt wel! Vond je het leuk? Ja! Je ging helemaal van de berg, hè? Oké, dan gaan we nog een keertje. Vind je het leuk? Ja. Wel, ik heb echt smaak te pakken. Ik vind het echt leuk. Kijk, daar doen we het voor. Ja. Kijk even bij de papa. Ja. Papa! Dit is echt erg leuk. Iets van 30 keer. Nou, we gaan weer 30 keer. Zeker. Nou, we zitten weer in de lift erboven. En dit is boven. Ja. 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 met de lift naar boven. Hé, en daar is mijn schone slaapster. Heb je lekker geslapen? Ja. Mama is met Luan en Lucilla op les. Ik let nu even op jou. Oké. Yo, zet hem op, toppers. Nou, daar gaan ze. Nou, met op, Luxy. Heb de lens even met jouw sjaal gepoetst? Ja, mama kwam net voorbij met Luan en Lucilla. En dat ging heel goed, ja. En nu gaan ze weer in de lift. En dan komen ze zo meteen weer. Maar jij wil ook zo graag, hè? Lucilla ging ook zo hard, hè? Wil je ook leren skiën, Luxy? Volgend jaar kunnen we misschien ook met jou wat basislesjes doen. Huh? We staan weer in de rij met in de skilift te gaan. Ja. Nou, kijk, daar gaan we weer naar in. Even wachten. Meneer is eerst. Kunnen wij met z'n allen hetzelfde weer? Wachten. Zal ik nou een liedje leren? Sneeuwvlokjes, klingelingeling. Sneeuwvlokjes, kling. Nou, we gaan de laatste keer weer naar boven vandaag. Ja. Dat is eigenlijk leuk skiën. Alles is in één plaats van zes. Ja. Je moet gewoon een hele grote etalage staan. Ja. Ja? Jawel, je gaat wel langzaam doen. Je gaat zelf op skiën. Oké, we gaan nu naar links. Goed opletten. Maar, dat goed. Goed zo. Gewicht naar voren houden. hier een vriendje gemaakt, hoe heet je? Lianne. Lianne, nou leuk Lianne, Luxy. Ik ga even opletten, want dit is de laatste keer dat Fara met Luan en Lucilla van de piste gaan komen. En ik wil ze nou eigenlijk goed van de bergen filmen, hè? Zo. Gaan jullie lekker brabbelen met elkaar, lekker spelen? Ja, super. Hoor je dat, Luxy? Duimpjes omhoog. Zo, Lester, ging het goed? Zeker! Ja? Wauw man, toppers! Ja? Heb je alles erop? Gaan we gauw weer met Lester, want dan durven jullie veel meer, zie je dat? Nou Lester, bedankt man! Ja, is goed hoor! Hopelijk tot morgen en donderdag en vrijdag, hè? Ja, zeker, ben ik kiezen. Geef me een high five! Ja, hier Lester, dankjewel! En tot de volgende keer! En tot gauw hè! Toedeloe! Hey, doeg! Lucilla wil nog een keer. Vond je het zo leuk, liefie? Hé, maar de skilift die gaat bijna dicht. Dus dan gaan we morgen nog een keer. Vind je dat leuk? Morgen bij de eerste. Ja, morgen nee. Dan is er niemand. Ja. Dan is er niemand. Okay. Nou, Lu, heb je je skis al klaar? Dan gaan we lekker een chocomel drinken, of niet? Ja, hè? Ja, hey, bedankt hè. Doei. Morgen, ik kan niet wachten. Leon heeft er ook alweer zin in. Oh, dus nou, morgen is hij de room. Ja. Echt leuk, hè? Ja, dit was echt zo goed. Niet te geloven hoe trots ik ben op Luan en Lucilla dat ze gewoon van die piste hebben geskiet. Maar op het einde deed de camera alleen niet meer, dus Lucilla heeft nog wel alleen geskiet. Hebben jullie niet gezien in de vlog? Maar ze wil dat nu nog even laten zien. Ja, kom maar. Doei! 1, 2, net zoals Lester. Woehoe! Zo, nou hier kunnen we weer ontdooien. Op naar ons dinertafeltje. Oh, kijk. Op het vertrouwde plekje, hè? Daar zijn we weer. Lekker. So, ja. Hier kunnen we ontdooien, kinderen. Hè? Ontdooien en lekker warm aan eten. Ja, tuurlijk. Kijk, de pistes zijn weer dicht, want nu gaan ze alles weer opnieuw maken. De skileraar vertelde dat onder al deze grote bergen zitten van die opslagbassins met installaties, met vloeistoffen, die sneeuw maken en daar onder die bergen, dus die berg verkouden. Ja, verkouden. Dus het is een soort ijsblok, die berg, zeg maar. Ja, een heel systeem hoor. Er zitten echt miljoenen is daarin geïnvesteerd om die bergen koud te houden. Heel systeem. Nou, eet smakelijk kinderen. Bon appétit. Dat zal wel lekker smaken hè, naar zo'n skiritje. Wat zijn wij trots op jullie hè. Echt heel goed gedaan. Ja, ik zag je gaan jongen. En Lucilla ook. Ja. Ik heb je ook voor de tv gefilmd met deze. Echt heel trots. Hé, en Luxy? Luxy mag volgend jaar ook mee hè? Ja. Eet smakelijk. Vond je weer een leuke vlog om even de duimpjes omhoog te genieten? Abonneer op dit belletje en dan zien jullie morgen weer in een nieuwe vakantievlog. Morgen gaan we naar... Ja, en naar de mijnen in de middag. Spannend. Ik ook. Voeg je hart, woem woem mee, feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, woem woem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, woem woem woem. Dans mee en blijf niet staan.